Ik zou dat haar heen. Dit borstje werd vandaag ineens bezorgd. Hij gaat wat doen. Spannend, hè? Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. We hebben gisteren volgens mij helemaal niet gefilmd, want het was gisteren maandag. En dan hoor je eigenlijk de weekvlog te beginnen. Maar ik had gisteren een beetje een rotdag. Eigenlijk ging alles gewoon mis. De website had problemen, allerlei dingen en die moest ik allemaal oplossen. Het zat gewoon allemaal niet mee en toen had ik zelfs ook geen zin om wat eten te maken. En toen hebben we gewoon een broodje met knakworst gegeten. Maar goed, het is nu een nieuwe dag en vandaag gaat alles weer gewoon prima. Dus even afkloppen. Oh ja, nou nu ga ik dat weer misnemen. Ik heb net boodschap gedaan. En mijn Tony chocolade op de grond. In elk geval, ik ga een collega van Jorrit is jarig en die had gevraagd dat ik dan een taart of zo wilde maken. Dus ik ga een taart en een cake maken en het wordt een salted caramel cheesecake. Als het gaat lukken tenminste, want het is natuurlijk altijd een vraag. En als het lukt, komt het recept online. En ik denk een soort van Sinterklaas cake. Dus dat ga ik nu doen. Zo, de cheesecake en de cake staan in de koelkast. En ik heb hele mooie foto's gemaakt. Ik zal het even hier laten zien. En nu ben ik aardappeltjes aan het maken. En iets van een soort van Grieks gehakt recept. En dat ga ik zo ook even foto's maken. En dan komt het recept ook online. Met de kleine Griekse salade. En nu is alles klaar, dus ik ga snel opscheppen. Eerst zitten we allemaal aan het doen, hè, jongens. Even snel. Het is etenstijd, hoor. Ik weet niet. Nee, maar dit was een spontaan idee. Terwijl je aan het koken was, dacht je, ja, mag ik allemaal een fotootje maken? Ja, ik dacht, ik ging ook serieus opzoeken of ik het recept niet al online had staan. Of nee. Dus, Oh, dat zijn die. Die ken ik al. Ja, die waren heel lekker. Die zijn op de site. Nee, die staan niet op de site. Daar, ik was nog bij mijn camera. En hoe smaakt het? Lekker. Ja, heb je al geproefd of alleen een aardappeltje gegeten? Alleen een aardappeltje. Oké. Hallo allemaal, het is vandaag woensdag. En ik ga vandaag weer eens wissel te maken. En aangezien we nog wat verse spaghetti hebben, die ga ik ook maar weer zelf met de pesto erbij maken. Dan maak ik denk ik een risotto met in elk geval pesto. En dan moet ik nog even kijken wat ik nog meer heb. Misschien iets van paprika of zo. En misschien nog wat andere groentes. Moet ik even kijken nog. Even mixen en klaar. Even knoflook aankluiten. Tomaatjes erbij. Rijst erbij. Bouillon erbij. Nu doe ik er nog een lepeltje crème fraîche bij en de pesto en dan is deze risotto klaar. Zo, dit gaan we nu eten. Nou, dus, ik had hem gelukkig net iets te laat aangedaan. Want Jorrit die gaf er van langs. Wat jij trouwens ineens te doen? We gaan eten hoor. Ik zag dit staan en dan ben ik altijd nieuwsgierig Wat is het dan? Leef of zo, ken ik niet. Oh, die kan allemaal koekjes. Maar ik ken het wel van. Je hebt gewoon koekjes bij de supermarkt die je kan kopen. Oh, maar dit is allemaal een soort van bakmixen. Okay. Voor mij wat gezondere bakmixen, zie je dat? Speld, wordt ook cake. Haver, bananen. Dat is wel leuk. Ah ja, ze hebben ook oerkoeken. Ja, die. Oh, ze hebben een hele kwaliteit, zie ik. Oké. Okay. Ja, die moest hier volgens mij ook wel zijn. Hallo allemaal. Zo, ik zie er wel anders uit. Hey, hallo. Jorrit is een beetje ziek, dus die ziet zo dat haar heen. Dus die ligt even op de bank. Maar wij hadden vandaag een afspraak met de uitgeverij, want het gaat heel goed met de verkoop van het boek. Dus dat is echt superleuk. En we hadden een fotoshoot voor de vriendin, want volgens mij komt hij op 17 november uit, toch? Dat weet ik niet. Nou, ik dacht 17 november, dan komt er dus een pagina van ons in de vriendin en daarvoor moesten we op de foto. En dat was wel leuk, hè? Dat absoluut. Was echt heel leuk. Ja, was grappig. Jorrit, dat het geen zin is als gewoonlijk. Jawel, ik had er een beetje zin in. Jorrit weet toch gewoon niet wat hij moet verwachten en dan heeft hij altijd een beetje problemen. Maar ja, zal ik hem even scherp stellen, want je ziet niks. Gewoon wat. Kijk, dat zijn wij. Ik weet niet of het deze foto wordt, maar... Het gaat moeilijk zijn. Zo, ja. Maar we hadden een heleboel leuke fotootjes gemaakt, dus... Dat is heel erg leuk. En nu ga ik eens even wat te eten in elkaar zetten, want het is al kwart over 6. Deze wraps met crème fraîche, ui, geraspte kaas. En deze, die gaan nu de oven in. En dan zometeen als ze uit de oven komen, dan waar is mijn spek. Oh hier. Dan gaat er ook nog een beetje spek overheen.
En ik ga ook nog een paar wrapjes vullen met onder andere ei en spek. En dit is het eindresultaat. En nu snel eten. Hallo, hallo. Het is vrijdag. En het is volgens mij bijna 5:10. En Jorrit kan ieder moment thuis komen. Ik heb vanmiddag al een hele lekkere pasta saus gemaakt. Die staat hier. Ik ben nu nog een pasta aan het koken. En dan kunnen we zo eten. Ik heb trouwens lekker veel pasta saus gemaakt. Omdat je er best wel een tijdje mee bezig bent. En dan kunnen we nog een portie een andere dag op eten. De pasta. En de saus. Trouwens, ik wil nog wat laten zien. Want ik had deze week dus tenminste een taart en een cake gemaakt. Voor een collega van Jorrit die jarig was. En die had gevraagd of ik dat wilde maken. En dat vind ik natuurlijk geen probleem. En ik vind het sowieso leuk om iets te maken. En helemaal als ik het ook meteen voor de website kan gebruiken. Dus ik had twee lekkere dingen gemaakt. En die recepten kon binnenkort online. En het was echt super goed in de smaak gevallen bij Jorrit's collega's. Dus toen kreeg ik vandaag ineens heel onverwacht een bosje bloemen. Echt zo leuk. Kijk, dit bosje werd vandaag ineens bezorgd. Zo leuk. Ik ben er heel erg blij mee. Wat gaat hier gebeuren? Dit is alweer even geleden. Heb je trouwens wel verteld dat je eigenlijk veel minder cola tegenwoordig drinkt? Niet iedereen wist dat ik zelf voor cola heb. Nee, dat is waar. Maar je bent een beetje... Of is het vandaag weer gewoon... Vandaag moest ik wat bacteriën wegbranden. Nee, dat was echt het enige idee, hè, daarachter. Anders had ik het echt niet gedaan, nee. Want ik vind het moeilijk te geloven. Nee, echt zo. Kijk, oké, ik zal even een tekst en uitleg geven. Ik had drie dingen. Drie ongezonde dingen waar ik een beetje verslaafd aan was. Cola, chocola en kaas. Kaas is gewoon lekker en daar ga ik niet meer stoppen. Dat gaat er nu ook overheen, zoals jullie zien. Ik moet weer een beetje op kracht komen, hè? Ik ben nog een beetje ziek. Ja. Cola, daar dronk ik ongeveer 1 liter van per dag. Ja, nu gaan echt overal de mondjes staan. Ja, echt. Dat je dat gewoon zo kan zeggen. Ik dronk echt heel erg veel. Ik dronk eigenlijk bijna alleen maar cola. Behalve je was gewoon verslavend. Nee, het valt wel mee. Want ik zou maar op een of andere moment, zonder dat ik er eigenlijk heel veel heb nagedacht, ben ik ermee gestopt. Nou, drink ik hooguit nog een glas, zeg maar, een goed vol glas op een dag, meer niet. Chocola heb ik al de hele week niet gegeten. Helemaal niet? Ja, oké, taart, in een taart en zo. Taart, maar niet in je reep, zeg maar. Nee, normaal had ik toch wel 2-3 chocoladerepen per week. Nee, het is echt vreselijk wat ik nu allemaal hoor. Ik weet niet wat ik hoor, hoor. Oh. Op het werk, hè? Stiekem als niet. Ja, daarom, thuis eet je nooit chocola bijna. Nou, oké, die 2-3 reep is een beetje overdreven, want dan ben ik niet de enige die het eet. Oké, dan alleen een reep. Minstens. Toch wel gauw. Ja, een grote reep. Goed, nou, we gaan nu even lekker aan de pasta. Hallo, hallo. Het is zaterdag en we zijn vandaag even lekker naar Amsterdam geweest. En we zijn nu weer thuis en we gaan even deze jongen uitpakken. Deze jongen? Ja. Ja, deze jongen toch, denk ik. Want wij doen een hele leuke samenwerking met Melita. En dan gaan we een aantal hele lekkere recepten met koffie maken. En we gaan onder andere iets maken met deze. Kijk eens hoe goed dat eruit ziet. En dan kan je dus in dit ding, kan je dus echt, wordt de melk gewoon opgeschuimd. En dan kun je zo'n hele mooie latte macchiato maken. Maar ik ga even een paar leuke receptjes bedenken hiermee. En die komen dan vanaf nu tot ongeveer de kerstperiode online. Moet je eerst maar even dit boekje lezen om te kijken hoe we hem moeten gebruiken. Nou, ik heb hier al een beetje het al. Reservoir. Ja, oké. Dat zover kom ik ook nog wel, hoor. Hij gaat wat doen. Spannend, hè? Ik heb echt geen idee wat we hebben gedaan. Ja, je hebt dus hier de melk ook in gedaan. Oké, hij moet eerst even opwarmen. Maar dan gaat hij zo natuurlijk ook nog malen. Schrok je? Ja. Zo, bij jou wel kantje boord daar. Dat gaat gewoon goed, hoor. Nee, dat gaat super. Ik weet eigenlijk niet of we het wel gezegd hadden, maar de koffie was erg goed gelukt. Echt een heel erg mooi ding. Dus ik moet zeggen, eigenlijk dronken wij eerst helemaal niet echt zoveel koffie. En nu vind ik het eigenlijk wel heel leuk om daar zo'n beetje mee te experimenteren en dingetjes uit te proberen en te maken. En binnenkort dus een aantal lekkere recepten online. We gaan nu even verder, want het is inmiddels 6:30 en we gaan even wat eten maken. En we hadden wat lekkere dingetjes in Amsterdam gehaald, waaronder een quiche Lorraine. En buffelmozzarella, andere dingetjes. Dus we gaan een soort van borrelplankje maken. En dat wordt heel erg lekker, denk ik. Is het klaar, chef? Ja. Ja? Ja. Ik zal het eens even laten zien.
Kijk eens hoe goed dit eruit ziet. Broodjes. Oh, van nee. Mayo, kruiden. Wat is er? Had je al... Wat ligt daar op de grond? Vlaggenballen. 3 seconden regelen. Nee, die gaat mooi niet meer. En de hond? Die krijgt dan nadenken. Ja. In elk geval. Brood, kruiden, truffel mayo en tomaat en mozzarella, de kaas. En dit is nog andere kaas, brie, komkom, kieflorin en hier nog balletjes en hier nog meer balletjes. Yes! Hallo allemaal. Ja, je ziet het goed. Ik ben met het eten bezig. Dat is gek, hè? Hier zit een klein sausje te pruttelen. Dat is wel ongeveer klaar. En we hadden verse fusilli. Ik ben benieuwd of dat ook lekker is. Ga proberen. En wie zit daar op de bank? Te werken. Het nieuwe kleed. Ja, en we vandaag hebben gescoord. Vandaag heeft gescoord, inderdaad. Weer hebben we blij mee. En kijk, we hebben een... leuk plankje. Ons IKEA kastje opgefleurd met een leuk plankje erop. Nou, dat ziet er weer helemaal goed uit. En wie idee was dit allemaal weer? Blij met het kleed, Beer? Is lekker zacht, hè? Ja, dat is lekker zacht, hè? Daar gaat hij, hoor. Ruikt heerlijk. Heerlijk. En we gaan het, Jorrit, zal je lekker door elkaar gemixen. Daar gaat hij, hoor. Nee, doe maar. We hebben het belangrijkste moment. Nee, deze saus is ook lekker zonder kaas, maar ook lekker met. Hallo allemaal, het is vandaag maandag en ik ga de wekelijkse video weer afsluiten. Jorrit is inmiddels alweer naar zijn werk. We zijn weer vergeten om samen af te sluiten. Maar goed, dan doe ik het maar weer alleen. Hopelijk vond je het een leuke video. Doe je een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En zou het super leuk vinden als je volgende week weer kijkt. Doeg! Ik ga je vandaag laten zien hoe je deze hele lekkere tosti met geitenkaas en avocado kunt maken. Super simpel.